Meteorologische dienst Suriname legt weersvoorspellingen toe. Het hoofd van de Meteorologische dienst Suriname, Sukarni Salons Mitro, geeft aan dat in de afgelopen dagen behoorlijk wat neerslag de grond heeft bereikt, hetgeen betekent dat de grote regentijd is ingegaan. Deze duurt elk jaar van medio april tot medio augustus. Het weerbeeld dat men in Suriname in de afgelopen dagen heeft gezien, was niets nieuws. Bij regen- en onweersbuien zijn windstoten en rukwinden niet uitgesloten. Volgens het hoofd is er geen sprake van een orkaanseizoen dat kennelijk uit de regio voorbij is getrokken. Suriname mag van geluk spreken dat het niet op de route zit van de orkanen, dus geen paniek daarover. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.